Zo. Ja, wat heb je nu fout gedaan? Ja, ik ben natuurlijk een beetje dom geweest hier. Ik heb deze latten precies op de verkeerde kant gezet. Maar goed, ik zit nu te denken van, als ik het zo op laat zitten, dan heb ik natuurlijk ook niet het risico dat hier allemaal stof op gaat zitten als het aan de achterkant zit. Dus ik denk toch dat ik dit maar gewoon laat zitten. Dat ik deze dan maar op deze manier erin ga zetten. Ik ga nou even kijken hoe ik die... dat andere gedeelte ertussen krijgen. Pak ik even. Moet natuurlijk helemaal meelopen met dit gedeelte. Nou, ik heb even een model gemaakt van karton die hier nou komt. Kijk, ik kan gewoon recht zagen. En hier, nou, dan leg ik hem hier dus op karton neer. Op het bord neer, dan zet ik hier een streepje en daar een streepje. En deze teken ik wel af. Zo, en deze teken ik ook.
5 centimeter breder maken. Dat is daar. En dat is daar. Zo. Deze komt hier. Nou, zoals je ziet kan hij nog heen en weer. Nou, als jullie hebben gezien, heb ik natuurlijk dit in elkaar gelijmd. En met mijn stomme kop, omdat ik er niet, waarschijnlijk niet goed bij was, heb ik het natuurlijk weer helemaal verkeerd gedaan. Maar ik ben blij dat ik nu kan zien op dit filmpje, zodat jullie die fouten niet maken. Want ik heb ze weer precies verkeerd omgelijmd. Want kijk, dit gedeelte is de voorkant. En de bedoeling was natuurlijk dat die versteviging aan de achterkant zou zitten. En ik heb absoluut geen zin om dat helemaal opnieuw te gaan doen. Dus ik laat ze gewoon aan de voorkant. En dus volgende keer, als je het zelf gaat maken, kijk er dan goed naar. En maak niet dezelfde stomme fout als die ik nu heb gemaakt. Maar goed, het is niet anders. Kijk, van deze zit hij toevallig. Deze zit toevallig wel goed. Dus daar zit de versteviging wel aan de achterkant. Ja, en vanaf deze dus niet. Voor die andere die ik heb gemaakt. Kijk, deze die kan ik nog wel, die kan ik wel goed gebruiken. Maar zoals van deze zit ik met dezelfde. Deze moet ik ook met de profiellijsten aan de voorkant gebruiken. Nou goed, ik ga straks alles, in de verfhok zetten, dus dan valt het misschien iets minder op. Maar weet dus, hou daar rekening mee als je zelf aan de gang gaat. Nou, praktisch klaar. Nog even een kwast eroverheen. En kijk, dan kan ik gewoon... iets is strak afgesteld, maar dat geeft niet. En dan kan ik dus gewoon zaken zoals je ziet. Dit is hem geworden. En er zitten, nou ja, goed, ik zie nog wel een paar kleine dingetjes waarvan ik dacht van, nou, dat had ik misschien wel beter kunnen gaan doen. Maar ik ben er wel heel blij mee. Want ik kan nu tenminste weer op een normale manier weer wat gaan zagen dat niet altijd stof hier in mijn werkplaats komt. Nou, ik heb wat in verstek wil zagen, dan kan ik het gewoon op deze manier doen. Kijk, dan kan ik, dan heb ik toch al, maar dit hou je natuurlijk altijd wel, deze ruimte. Ik dacht dat als ik de andere kant op wilde zagen, dan kan ik deze wat verschuiven. Dan gaat deze die kant weer op. En dan kan deze namelijk ook weer wat verschuiven. De meeste situaties zaag je natuurlijk gewoon recht. En dan schuif je deze natuurlijk hierheen. En deze schuif je daarheen. Dan kun je de solderproblemen kun je hem gewoon zagen. En zo zie ik toch dat er een heleboel stof nu mooi allemaal erachter blijft en niet meer in mijn werkplaats komt. Daar ben ik natuurlijk heel blij mee. Nou, denk je nou van, dat is misschien ook wel iets voor mij om te gaan maken? In ieder geval bedankt voor het kijken. Voor vragen en opmerkingen kan het natuurlijk altijd hieronder. En ik zou zeggen, tot de volgende video. Bedankt.